Hier sta ik dan in de ski resort van Kicking Horse. En dat ligt in het plaatsje Golden. En aangezien ik natuurlijk de ski resort niet zo goed ken, heb ik een expert meegenomen. En dat is Demi Lowenstein. Hi, welcome. How are you? I'm fine. How are you? Good, very well. Good. You're going to show me around today? Yes. How big is this area? We have 4,005 acres of skiable terrain and North America's second highest vertical. So how much kilometers is that? About 80 kilometers. Shall we go? Yeah, let's go. Okay. Plus minus 2 jaar geleden zijn ze begonnen met het ontwerpen van dit skigebied. En hierdoor hebben ze dus goed kunnen nadenken over waar ze de skiliften moesten plaatsen. Dat betekent dus 3 skiliften en je bereikt het hele gebied. Dat betekent dus niet in en uit van die skiliftjes, dat gedoe en het geouwe drukte. Nee, naar boven, naar beneden. Het hele skigebied. Op een hoogte van 2200 meter boven NAP staat het restaurant Eagle's Eye. Hier kun je eten bij een uitzicht van 360 graden. Nou, we staan dus nu bovenop de berg van Kicking Horse. Geen sneeuw bijgevallen. We hebben ongeveer 2,20 meter aan sneeuw. Oké, which slope are we going to take? Well, we're going to start with it's a 10, which is actually a 10 kilometer green run, which is probably the best way to get to know our resort here. And we'll work our way down into the mid-mountain and then take a look at some bump runs or some cruisers. We have a lot of options off of It's a 10. It's 10 kilometers. Duh, if I didn't know. Okay, let's move. This is called the Flying Dutchman. Yes, it is. Why do you have such funny names for these pieces? Oh, many reasons. Funny people. All natural. We have no snowmaking. All natural snow. Yep. Unbelievable. Uitzichtje. Kanon. So, what is the vertical drop here? Vertical drop, we have 1,260 meters. Ik vind het wel echt heel druk hier hoor. Kan niet.